Sparbremmers, hoe werken ze? Uw behandelend specialist heeft u een zogenaamde parpremmer voorgeschreven voor de behandeling van uw borstkanker. Hoe werkt een parpremmer precies? Om de werking te begrijpen, moeten we eerst de cellen in ons lichaam eens van dichtbij bekijken. Onze cellen lopen dagelijks flink wat schade op als gevolg van celdeling, maar ook door milieu-invloeden. Deze schade heeft vooral betrekking op ons genetisch materiaal, het DNA dus. Als de schade niet correct kan hersteld worden, kan er kanker ontstaan of kan de cel afsterven. Onze cellen beschikken over een geraffineerd reparatiesysteem. Dit herstelt DNA-schade, zodat de cellen gezond blijven. Een essentieel onderdeel van dit DNA-reparatiesysteem zijn de genen BRCA1 en BRCA2. BRCA1 en BRCA2 worden ook wel borstkankergenen genoemd. Bij mensen die een BRCA-mutatie hebben, een defect in een BRCA-gen, werkt de DNA-reparatie door BRCA niet goed. Hierdoor verhoogt de kans op borstkanker, maar ook op andere vormen van kanker. Cellen met deze mutatie moeten daarom vertrouwen op alternatieve DNA-reparatiemechanismen om te overleven. En dat zijn de zogenaamde PARP-enzymen. PARP-enzymen kunnen DNA-schade herstellen, net zoals BRCA 1 en 2. Bij borstkanker met een BRCA-mutatie moeten kankercellen volledig op de PARP-enzymen vertrouwen om de schade te herstellen en te kunnen overleven. Het geneesmiddel dat uw arts heeft voorgeschreven bevat een zeer specifieke, werkzame stof die de PARP-enzymen in de kankercellen afremt. Zo krijgen de kankercellen geen kans meer om beschadigd DNA te repareren en sterven ze af. Uw gezonde cellen blijven grotendeels beschermd tijdens het gebruik van het geneesmiddel, omdat BRCA daar wel nog werkt. Informatie over uw behandeling, inname en bijwerkingen vindt u in de patiëntenbrochure die beschikbaar is bij uw behandelend specialist of bij uw oncologisch verpleegkundige. Bij vragen neemt u best met één van hen contact op.